Jongens, het is vandaag tijd om mijn wapen te maken tegen Frederik. Welkom allemaal bij weer een nieuwe Content Veen video. We lopen hier lekker rond in mijn prachtige voortuintje. Oh, zo mooi. En ik bedacht me ineens. Frederik is natuurlijk met de raket omhoog gegaan. Oeh, dat zag er gevaarlijk uit, hè? Ja. Oftewel, ik wil mijn eigen raket gaan maken. Aan Fred gaan vragen of gewoon gaan... het uit hem gaan slaan, waar die raket heen is gegaan. En dan gaan we Frederik even opzoeken, of in de ruimte, of op zijn stationnetje of zo. Weet ik veel waar die is. En dan zouden we eigenlijk het kasteel even achter moeten laten. En ik weet niet, ik denk dat ik dat bij René en Flor wel gewoon veilig kan doen. Maar laten we eerst even kijken of we een leuk plekje kunnen vinden waar ik de raket wil bouwen. Maar voordat ik dat ga doen. Tja, je moet dit doen. Tja, maar je moet ook dit doen. Dat betekent like en abonneren. We gaan voor 5000 likes, like nu. Want ik heb door als je niet liked en abonneer even reageer. Ik ben geabonneerd. Want de mensen die geabonneerd hebben, die geef ik een reactie. Of ik bedoel, die geef ik een hartje. Ik geef een hartje aan de reactie. Als jij zegt dat je bent geabonneerd, je bent echt geabonneerd. Ik weet niet waarom ik dat allemaal fluisterde, sorry. Ik wil de raket bouwen. Wat is de zon fel? Waarom is de zon zo fel? Oh, ik heb een verkeerde shaders aan. Kijk, zo ken ik de zon zoals die is. Gewoon die vierkant blokje. De raket kan ik in een nieuwe gedeelte bouwen. Maar ik kan hem ook bovenop de kerk bouwen. En dat het punt is vanaf waar ik wil gaan. Maar dat is misschien een beetje gek om hier de raket te bouwen. Het lab van Frederik is natuurlijk buiten. Ja, kijk hier, dat heeft Fred helemaal verpest. Ah, bovenop de berg hier, jongens. Ja. Hé, wat is dit bijtje hier aan het doen? Hallo. Hoezo ben je hier zo ver in je eentje aan het vliegen? Kijk, vanaf hier kan je mijn kasteel ook gewoon nog zien. Dus het is me... ja, weten jullie ongeveer waar het is. En als ik hier nou gewoon een soort platform maak... waar ik de raket wil bouwen... en dat die vanaf hier ook weg kan. Ik denk dat dat wel leuk is. Hè? Dan moet ik even dit sneeuw weghalen hier. Zo. Want voordat die raket van Frederik een keertje naar beneden komt... en heel mijn stad opblaast... daar heb ik ook geen zin in. Is het denk ik wel tijd om hem te gaan stoppen. Op zijn minst een poging doen tot. En Frederik werkt met allemaal moderne blokken... en weet ik veel wat allemaal. Maar dat past niet bij mijn kasteel, jongens. Wij zijn... middeleeuws. Althans, ik kan het net niet helemaal zien. Mijn renderdisk staat niet hoog genoeg, maar... we zijn middeleeuws. Oftewel, we gaan ook een middeleeuwse raket maken. Ik heb geen idee hoe ik het ga doen. Ik ga mijn best doen, maar ik... ja, misschien ook wel een soort stenen raket kan maken. Dat ik gewoon echt een raket kan maken in de stijl van mijn kasteel. En dan moet ik Fred vragen of hij hem misschien kan laten werken. Want ik heb geen idee hoe je raket laat werken in Minecraft. Ik weet niet eens of dat überhaupt kan. Misschien moet er wat Frederik magie over. Ja, dit sneeuw, dat dump ik allemaal. Daar heb ik geen zin in om dat mee te nemen. Steen wel. Steen is altijd handig. En laten we nu even blokken ervoor halen. Oké, laten we beginnen met het midden maken. En ik denk dat dit wel een mooie plek is voor het midden. Misschien eentje opschuiven nog. Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh mijn god, wat is het midden nou? Is dit het midden? Zit het midden? Volgens mij is dit midden, hè? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kijk, hoppakee. Dan gaan we er een rondje. Ja, trouwens, we mogen wel 9... ah, doen we 10 breed. 10 breed. Mag wel een grote platform zijn. Nooit gedacht dat ik een raket ging maken in Content Veen. Waarom zou je ooit een raket nodig hebben? En zoals jullie misschien kunnen horen... ah, ik kan weer normaal ademen, jongens. De verkoudheid is zo goed als bijna helemaal weg. Oh, wat is het dan weer lekker. Wat als je verkouden bent, hè? Wat ben je dan het feit van ademen? Dat waardeer je niet goed genoeg als je het kan, jongens. Waardeer elk moment dat je kan ademen. Want soms kan het gewoon even weg zijn en dat is heel deprimerend. Laten we er nu een rondje van maken. 1, 2, 3, 4. Even kijken. Jongens, ik ga jullie gelijk leren hoe je een rondje maakt in Minecraft. Kijk, het is best wel simpel. Waarmee je begint is, je moet eerst even kijken hoeveel dit kan zijn. En dan, kijk, dan doen we even een tussenblok, waardoor we kunnen checken welke weg moet. Let op, hè. Dan doen we eerst 1, 2. Dan doen we 1. Dan doen we hier weer 1, 2. En dan komt het net niet goed uit, denk ik. Of wel? Wacht even hoor, ik heb een fout gemaakt. Oh, deze is per ongeluk 12. Ik heb deze veel te ver gemaakt. Mijn fout. Oké, nog een keer. Nog een poging. We doen deze 1, 2, 3 doen we hier. En dan hier hebben we ook 3 of gaan we 4 ertussen doen? Ik denk dat we 4 ertussen moeten doen, hè? Zo. Ik wil niet helemaal netjes rond hebben. Dat is ook nergens voor nodig. Kunnen het wel doen, dus waardoor die zeg maar een beetje zoals dit moet. En dan 1, 2, 3. 1, 2, 1. Gaat dit werken? Ik denk het niet, hè? Nee, dan is hij te groot. Dus dat kan niet. Nou, in principe hoeft hij ook niet mooi rond te zijn. Wat mij betreft. We kunnen hem gewoon legit zo maken. En dan 1, 2. Hier doen we eentje. En dan hier doen we weer 1, 2. Dan doen we nog een keer 1, zo. En dan zie je een soort van rond, zie je? Als je dan echt nog mooi wil maken, kan je deze zelfs nog eentje verder maken. En dat je hem zo doet. Dan heb je al helemaal een beetje een rond platform. Nou, laten we dat dan maar ook gewoon doen. Ik bedoel, boeien, waarom niet? Zo, dan hebben wij een mooi rondje gecreëerd, jongens. Dan kan dit in ieder geval weg in het midden, zo. Houden we alleen de middelste even, zodat we makkelijk het midden kunnen vinden. Oké, zo.
Wat ik dan wil doen, is de randjes denk ik dik maken ervan. Oftewel, maar de binnenkant misschien zo. Dan kan de binnenkant de randjes wat dikker maken. Dan ziet het er zo fragiel uit natuurlijk. En dat wil je ook niet. Kijk, dat is beter. Dan nu voegen we overal stairs toe. Gecombineerd met overal slabs. Dan is dat gedaan. Dan nu in het midden wil ik denk ik andesite hebben. Heb ik dat? Is de grote... Oh. Dit is niet handig. Niet veel. Althans niet genoeg. Maar ik weet dat je tegenwoordig andesite kan kopen. René heeft namelijk hier een nieuw winkeltje, jongens. Die gaan we eens even lekker mooi gebruiken. Kijk, hier andesite. Oh, oh wacht trouwens. Ik zat in de verkeerde barrel. Ik schrok al. Oh, oké. Zo, en dat kostte hoeveel? Hoeveel kostte dat, René? René, alsjeblieft. Niet zoveel, niet zoveel, niet zoveel. 2 stack andesite, 1 dia. Nou, prima. Dat heb ik er wel voor over, hoor, René. Dan hakken we dit eerst eventjes helemaal weg. Want dan kunnen we er een mooi vloertje in toevoegen. Ik wil hem trouwens gedeeltelijk met steen doen, de vloer. Ik wil andesite en steen combinatie. Dat is in de troonzaal van mijn kasteel. Dus ik denk dat ik heel veel van het steen gewoon vast laat staan. Wat hier zit. Dat bespaart me weer opnieuw plaatsen. Kijk, dan hoef ik alleen nog maar zo ertussen te doen. Om er een mengselmoesje van te maken. Dan zit het vloertje erin. Kijk, het ziet er mooi uit al. Nu moet het van buiten nog even netjes worden gemaakt. Misschien kan ik dat mooi met palen doen zoals dit. Even denken hoor. Dan hier ook weer een paal. Zo precies in het midden van de hoekjes kunnen palen. Dan daarop wil ik deze mooie dingetjes hier. Met daarop fences. Hoppakee. Dan wil ik denk ik hier jongens op dit heuveltje iets hoger. Moet eigenlijk de vlag komen. Want ik bedoel, het moet wel geclaimd worden door mij natuurlijk. Dat mensen denken, ah, het is die rode vlag, weet je. Dat is gewoon van Koninkrijk Walnoot, Kingdom Content, Kingdom Cool, Kingdom Alles is de beste. Want dat zijn wij, of weet ik veel wat, alle coole namen die je kan bedenken. Hij moet trouwens wel nog, nu zie ik was bezig met de buitenkant, daar ben ik nog niet klaar mee. Dat eerst, en dan de vlag. Maar voor dat kunnen we gewoon zo doen. Het kan natuurlijk gewoon een beetje een soort platform worden van onder. Of platform. Je moet wel kunnen zien dat het op palen staat, weet je? Zoals dit. En dan daarachter weer andesite en stone. Aha, ja, 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 jongens. Ik heb wel goede ideeën, denk ik. Hoop ik. Kijk, als we dan gewoon weer zo doen. Daarop. Zo, zo. Hoppakee. Oh, die niet. Zo, ziet er op zich wel clean uit. Zo, zoals dit. Ja, dat gaan we doen. Goed idee. Oké, jongens, in principe is hij van buiten is het nu af, het platform. Zoals je kan zien, het is gewoon letterlijk een, ja, een paal of, nou, een platform. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Het is gewoon een platform die nu op de berg staat. Lekker simpel. Hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Het moet wel nog belicht worden, want het is nu in de avond nog wel donker. Oftewel, ik heb chains bij me. Maar heb ik ook lenters? Oh, ik heb lenters op mijn hoofd. Natuurlijk heb ik lenters bij me. Zo. Hoppakee. Even kijken hoor. Misschien dat we dat dan toch nog vanaf hier misschien kunnen belichten zoals dit. Dat het dan s'avonds van afstand ook gewoon een beetje mooi eruit ziet. Weet je, niet als een grote donkere vlek. En nu de raket zelf natuurlijk nog. Oh nee, eerst de vlag. Ik wil de eerste vlag maken. Moet dit weer even weggehaald worden? Dat bouwen we nu al even op het platform. Dan laat dit hier weg. Dan komt de vlag ongeveer hier. Dat is denk ik wel een leuke plek. Moet er wel een beetje leuk uitzien natuurlijk. Bedoel, we kunnen het niet zomaar een vlaggenpost maken. Dit is het platform waar die op staat. Ziet er wel leuk uit. Misschien hier nog zelfs dit op. En dan zo. Ziet dit er leuk uit als ik dan daar de vlag op zou bouwen? Ja, dat ziet er wel leuk uit, hè? Toch een beetje in de stijl van... nou, dit is trouwens te veel. Toch een beetje in de stijl van mijn kasteel. Maar toch ook weer een soort raketplatform. Het lijkt zoals een beetje op een satellietachtig idee. Misschien is dat wel cooler om te maken dan een vlag, jongens. Dat ik hier gewoon een soort, weet ik veel wat, mini-satelliet van maak. Want ik ga het proberen of dat lukt. Ja, hoe zou dit zijn? Ik heb er een kampvuur in geplaatst om een soort particles. Ja, je ziet duidelijk dat dat geen satellietparticles zijn. En het lijkt ook niet echt op een satelliet of zo. Ik heb mijn best gedaan, maar ik weet het niet. Misschien is een vlag toch leuker om daar te doen. Ik bedenk me nu, ik zeg de hele tijd satelliet, maar ik bedoel gewoon letterlijk een soort schotel. Zo'n satellietschotel, weet je. Niet een satelliet zelf. Ja, we houden hem voor nu al even daar. Dit is gewoon mijn satellietschoteltje. We houden hem even op zijn plek. Misschien dat we hier daadwerkelijk een keer een grote satellietschotel kunnen maken. Op zich zouden we dat ook al nu kunnen doen. Maar ik zou niet weten uit mijn hoofd hoe je dat zou moeten doen. Dus dan zou ik een tutorial moeten kijken. Oh, hallo, dame niet de geit. Hallo. Oké, nou nu tijd voor de raket zelf. Ik twijfel om hem gewoon op te bouwen. Dus dat hier ineens verder in mijn raket staat. Of om dit een luik te maken. Dus dat ik hier in het midden een streepje zo maak. Waardoor dit luik uiteindelijk open kan. En dat hier onder de raket zit. Allemaal opties die ik heb. Wat doe jij ineens hier? Er is ineens een... Een ding is gespald. Ga er vandoor. Kom op, neem je lama's mee. Ga van mijn platform af. Nee, jongens, ik heb besloten dat ik hem ondergrond zou maken. Dus wel echt als een raket dat je hem omhoog kan laten stijgen. En dan bouw ik gewoon mijn eigen
station hier beneden. Het is gewoon tijd om dat voor mezelf een keer te bouwen. En Frederik zijn lab is inmiddels helemaal geterroriseerd door Fred. Het is tijd om mijn eigen te maken. En wil ik hem dan zo of wil ik hem zo hebben? Ik zit even te denken. Wat is mooi als hij hier aankomt? Ik denk zo. Ik denk dat ik hem dan zo wil hebben. Dus laten we dit allemaal weghalen. Dit, althans allemaal dit streepje hier. Dan deze ook, want dan moet er een mooi randje van komen. Ik denk dat ik dat met sterren wil doen. Kijk, ik denk dat het dan leuk is om dat bewijs van zo te doen. Kijk, dat ik hier aan deze kant zo... Mijn station op. Dat ik het dan aan deze kant op deze manier doe. En aan de andere kant misschien zo. Waardoor het lijkt alsof het net in elkaar kan klikken, weet je. Als je het zo ziet. Dit zou in elkaar kunnen schuiven, zou je zeggen. Of om het helemaal als een soort schuifsysteem te laten lijken. Kan ik het 50-50 doen. Dus zo. En dan aan de andere kant precies gespiegeld. Waardoor het zo in elkaar kan klikken. Ja, dat is mooi. Dat het in elkaar kan klikken. Het moet een beetje half middeleeuws, half technologisch zijn. Het is heel raar om op die manier na te denken. Want dit kan natuurlijk helemaal niet uit die tijd. Nu staat dit weer in de weg, hè. En dan hier doen we het wel gewoon zo. En dan aan hier aan deze kant eronder doen we het ook gewoon zo. Ja, dit ziet er leuk uit, jongens. Dit zou nu een soort kliksysteem zijn wat in elkaar zou kunnen schuiven. En dan nu is het tijd om dit hieronder... Oh, wat doe ik nou? Allemaal weg te halen. Oh, dat gaat dat nog een taakje worden, denk ik. Oh, dit gaat nog echt een taak worden. Niet erin. Nee, nu sta je in de weg. Nou, dan maar dood. Sorry. Nou, het voordeel is van dit weghakken, jongens. Hiervan krijg ik gewoon weer steen dat ik kan gebruiken in mijn kasteel. In de stad, om te gebruiken voor een upgrade van de basis of zo. Voor het nieuwe gedeelte bijvoorbeeld. Daar heb ik echt nog best wel wat steen voor nodig. Dit kan veel sneller, jongens. Ik weet dat hier een beacon staat die ik laatst heb uitgezet eventjes. Ik weet niet meer waarom. Maar die zit als goed in de molen hier. Oftewel, laat ik heel even die beacon in de molen stelen. Kijk, ik had hem uitgezet. Maar ik heb jou nodig, meneer de beacon. Ik heb jou nodig om even sneller te kunnen hakken. Zo, dan hebben we de hele beacon. Nu moet ik hier nog uitzien te komen. Kan ik dat vliegen doen met een raketje, denk je? Of, we gaan het proberen. Dat ging prima. Kijk jongens, Julian is zijn eigen huis hier aan het maken. En ik ben heel benieuwd wat hij ermee gaat doen. Het ziet er op zich al behoorlijk leuk uit. Het ziet er serieus echt al gezellig uit hier binnen. mooie deur. Hele mooie deur. Oké, laten wij de beacon heel eventjes hier plaatsen. Gewoon vet random op deze manier. Wat gek dat we precies uitkomen met genoeg goud, jongens. Alsof ik hem gestolen heb, de beacon. 1 en 2. Oh, wacht, ik moet trouwens wel... Oh, hij doet het wel. Wat geeft hij dan nu? Niks. Hij geeft nog geen power. Maar daarvoor nakken wij 1 diamond. Of nakken wij, geven we, of pakken we een diamond van mezelf. En dan wil ik haste hebben. Dankjewel. En dan hebben we nu haste 2. Juist. Wat zou betekenen als ik hier nu naar beneden ga. Hierin spring. En ik ga hakken. Kijk. Oh, dit is zoveel beter. Ik moet wel oppassen dat zometeen met een pickaxe niet stuk gaat. Mijn hele inventory zit inmiddels vol steen, iron ores en gravel. Oh my days, ik ben helemaal nog niet zo heel ver, maar het gaat snel, jongens. Ik moet er heel voorzichtig uitvliegen. Het gaat me toch een partijtje snel. Hier, kijk, het mooie is, dit kunnen we hier hoppa bijvullen zo. En dan hierdoor de andere random blokken die ik heb gekregen eruit, zo. En dan al het steen wil ik gewoon heel simpel hierin collecten. Ik ben benieuwd hoeveel steen ik aan het einde van deze rit ga krijgen. En dat gaat allemaal gewoon weer lekker daarheen, jongens. Oh, de rendedisse staat weer lager daar. Je ziet een beetje vage toren, maar daar is een stad. Ik heb echt het gevoel dat ik zo meteen vergeet dat mijn pickaxe gewoon elk moment stuk kan gaan. En dat het gewoon een keer klonk is. Maar ik kan gelukkig tegenwoordig XP-bottles kopen. Of ik kan zelfs naar René haar winkeltje toe. En René die verkoopt namelijk repair tools als het ware. Zij repairt je tools voor jou. Maar dat kan ik denk alleen doen als René online is. Gok ik. Maar ik heb ook nog een andere pickaxe. Is die inmiddels heel? Oh, ik ga zo meteen gewoon met de brandbreker verder, joh. Geen zorgen. Als ik dat namelijk doe, kan ik deze in de tussentijd René de winkeltje doen. En als René dan ooit tijd heeft, dan kan ze voor me repareren. Dat is wel leuk. Bespaart mij ook weer geld op het XP-bottles kopen. 6.5 hours later. Zo jongens, we zijn klaar. Hij is helemaal naar beneden gehakt. Maar we staan even op een andere plek. Dat omdat ik mijn pickaxe hier heb achtergelaten. Die is helemaal stuk. En mijn brandbreker 2.0 die net nog vol was, die is ook halverwege. Oftewel, dat wil ik even delen met jullie. En ik ben hier om eten te kopen. Mijn eten is namelijk ook alweer op. Ik heb altijd geen eten meer. Wat gaan we deze keer eens halen? Zullen we een keer golden carrots halen? Dat vind ik denk ik wel leuk, hè? Hoezo? Kijk, ziet er goed uit. Nou jongens, laten we dan nu terugkeren naar mijn prachtige nieuwe... Daar is hij hoor. Mijn, hoe wil je het noemen? Space shuttle plek of zo? Mijn laboratorium die alleen nog maar boven een plekje heeft waar de raket uit kan komen met een mooie satelliet. Kijk eens jongens, hoe diep... Oh, het is donker, jullie zien bijna niks. Zo, gaan we even slapen, dan werd het dag en dan... Oeh, dag man! Hoehoehoe. Hop,
Hoppakee, daar hebben we de zon. En dan kunnen we eventjes goed kijken. Jongens, het is zo ontzettend diep. Er is zo overal ijzer en zo. Ga ik nog hakken? Geen zorgen. Bla, bla, bla. Maar wat ik eerst wilde doen, jongens, is natuurlijk de looplocatie maken waar je rond kan lopen. En dat is gewoon hier. Dat is in principe rondom, zoals dit. En dan wordt hij nog dieper. Hij wordt een beetje hetzelfde als wat Frederik gedaan heeft. Want dat is ook gewoon handig. Alleen dan net wat groter. En mooier, want we moeten het wel alles mooi maken. En iets middeleeuwsachtiger. Ik blijf het echt heel stom. Maar goed, laten we dan beginnen met, dit weghakken zo. Waardoor je eromheen kan lopen. Hé, Emerald. Ik weet niet echt hoe ik het uit moet leggen. Maar jullie zien het natuurlijk wel gewoon gebeuren. En dan snappen jullie het vaster. Ik begon deze video met het idee, weet je jongens, ik ga een raket bouwen. Maar dan kan mijn brein het niet aan om gewoon simpelweg ergens een raket te bouwen. Nee, dan moet er een heel station vol gemaakt worden. Hé, Cave. Oeh, gaat het heen? Hallo. Oh, stopt hier al. Zo, kijk, nu snappen jullie misschien een beetje wat ik bedoel. En dan hier, misschien dat ik een eentje hoger moet doen, dat dat beter had geweest. Hier gaat het natuurlijk wel gewoon nog door zoals dit, hè, jongens. Hoor ik nou een skeleton? Huh? Waar kwam die pijl vandaan? Hè? Huh? Die kwam van boven. Huh? Ik snap er eventjes niks meer van. Het is Julian! Oh, ik snapte hem al niet. Hallo. Wat zijn we aan het doen? Hij komt naar beneden. Let op, zegt hij. Ik let op. Doe je ding. Best wel knap. Julian vraagt of je moet helpen. Dus ik denk, nou, op zich kan dat wel uitkomen. Ik wil dit 5 breed hebben, zoals dit. Kijk, dan ga ik dit vast uit laten hakken. Oké, hij snapt hem ongeveer. Nou, dat is mooi. Dat is goed genoeg, Julian, dat je hem ongeveer snapt. Dan kan je hem ook ongeveer helpen. Zo, ja. En dan groot. Ja, wat een goede oude ex-vijand is het ook eigenlijk. En hij weet niet meer dat hij ooit mijn vijand was. Dat is het chillen eraan, hè, jongens. Dus ik weet niet of jullie de vorige aflevering van Coldat Veen hebben gezien. Maar daarin kon je zien dat hij zijn geheugen soort van verloren is. En hij snapt het niet meer helemaal. En hij is nu gewoon lekker zijn ding aan het doen. Ik vind het helemaal dikke prima. Kijk, dan ziet het er ineens al een stuk beter uit, jongens. Wacht even, ik doe eerst weer 1 lantaarnetje op mijn hoofd. Dan kan ik even wat lanterns plaatsen. Waar nodig, doen we hier even een lantern in het midden. Doen we er hier even eentje in het midden. En hier eentje in het midden. En hier eentje in het midden. Zo. En dan in elke hoek doe ik er ook even eentje. Zodat het gewoon goed belicht is. Wil ik het nu nog meer beter... wil ik het nu nog hoger hebben? Het is wel een beetje laag. Je stoot je hoofd als je springt. Misschien dat ik het eentje hoger wil hebben. Ik heb wel een idee. Het mag 1 randje hoger zoals dit. Dan kan ik namelijk met stairs kan ik het alsnog mooi afwerken. Maar dat is iets voor in de toekomst. Als in de hele nabije toekomst, hoor. Maar vullen we het steen weer bij. We hebben echt veel te veel steen, jongens. We hebben zo ontzettend veel troepies. Oh, wat ben ik daar blij mee weer. Oké, nu is dat gedaan. En dan denk ik dat ik zo goed als kan gaan beginnen met het interieur. Denk ik, of niet? Ja, want dit uiteindelijk wordt natuurlijk nog veel dieper. En daar komt de raket te staan. Die komt dan halverwege weer dat je hem zo ziet hier. En dan hier een control center. En ja, van mijn eigen lab, denk ik, soort van. Laat ik beginnen met eerst even... alles weer naar beneden halen. Al die blokken die ik hierboven heb geplaatst. Al deze dingen. Het is misschien handig dat ik die even beneden neerzet. Maar dat gaat nog wel even een klusje worden. Wacht, misschien als ik dit maar gewoon sloop. Oh, dit is echt een bende. En dan hopen dat ik de kist oppak. Kist, 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 kist. Ja, daar hebben we hem. Hij gaat even mending op zijn pickaxe zetten. Kijk, goede Minecrafter. Dan ga ik naar boven en hoop dat ik niet dood ga. Oh, ik heb zo weinig hartjes. Mijn steen weer oppakken, snel voordat het allemaal despant. En dan de rest laat ik wel gewoon boven staan. Want ik bedoel, zoveel steen heb ik waarschijnlijk nou ook weer niet nodig. Althans, zoveel cobblestone heb ik al helemaal niet nodig. Maar ik kan wel gewoon alles wat ik een beetje heb hier dumpen. Ik bedoel, zoveel kwaad kan dat niet. Dit bijvoorbeeld heb ik denk wel nodig. Laten we beginnen met dit mooie randje hier eventjes. Stone bricks te maken. We werken in babystapjes, jongens. Kleine babystapjes. Zo, dat ziet er netjes uit. Dan doen we het onderste randje doen we ook. Wat is het makkelijk om het steen, besef ik nu pas in je tweede handen te hebben. Dat je gewoon zo en je plaatst het gelijk. Oh, het gaat wel heel messy op die manier. Maar het komt omdat die pickaxe gewoon zo snel is. Nou, het zit er in ieder geval netjes in nu. Daar ben ik al heel blij mee. En jongens, reageren jullie even in de reacties. Of jij denkt dat Fred mij gaat helpen. Of misschien of ik Fred moet gaan forceren. Misschien, want Fred is natuurlijk nu weer aangepast door Frederik. Op een afstandje. Ik ben heel benieuwd hoe Frederik dat gedaan heeft. Maar laat even weten hoe ik zo'n raket kan laten werken. Misschien dat het een redstone raket moet worden. Maar misschien moet ik wel gewoon daadwerkelijk de Fred magie erop loslaten. En dat het dan werkt. I don't know. We kunnen van alles proberen. Oké, in ieder geval laten we nu dit randje hier zo mooi maken. Gewoon netjes afwerken. Dat is altijd belangrijk. Ik ben echt benieuwd wat Frederik daarboven allemaal aan het doen is. Misschien dat jullie... Ja, jullie zullen het ook niet weten natuurlijk, hè. Als kijkers zijn wat Frederik in de ruimte aan het doen is met de Kaboom 3000. Oh, wij moeten ook een leuke naam hebben voor mijn raket. Oh, dat mogen jullie ook reageren, jongens. Ja, reageer alsjeblieft even een leuke naam voor mijn raket. We hebben gewoon een raketnaam nodig. Er komt uiteindelijk hier een leuke raket te staan. Maar hoe die gaat heten, ja, dat is natuurlijk de vraag. En ik weet nog geen leuke naam, hoor. Dus laat me vast een leuke naam weten. Net zoals de Kaboom 3000.
Het zou iets moeten zijn. Oh, twee muren zijn trouwens niet goed weggehakt. Die missen nog één randje. Ik vond het al niet symmetrisch voelen. Nu snap ik waarom. Oké, en dan nu. Gaan we even kijken. Beginnen we aan deze kant. En hoe wil ik het dan doen? Ik denk dat ik door details in de muur wil gaan werken op deze manier. Dat ik hier dan dit plaats zo. En dan hier zo. Waardoor je hier mogelijk nog een ingang kan maken. Want ik moet echt een daadwerkelijk ingang ook maken, jongens. Ik bedoel, ik kan niet elke keer gewoon zo met een lighter naar binnen vliegen. Dat is niet de bedoeling. Dus misschien dat plekken zoals dit dan wel een leuke ingang kunnen zijn. Zoals dit een doorgang of zo, weet je. Laten we ook even in de ingangen wat lanterns plaatsen. Want daar is het ook wederom veel te donker. Zo, dan zijn alle doorgangen gemaakt. Dan nu wil ik dit rond of vierkant hebben. Ik denk dat het effect is als de kamer een beetje vierkant is. En dan een rond iets in het midden. Dat maakt het wel lijp. Maar het is natuurlijk wel, ja, symmetrisch-achtig. Of het voelt natuurlijk als dit ook rond is. Dus mogelijk dat ik dan, even denken hoor. Hier weer dit doe zo, ten eerste. En dan weer drie. Nou, misschien. Ja. Nou, wel drie. Sorry voor de twijfel. Ik plaats dit echt telkens in de weg, jongens. Ik word helemaal gek van mezelf. Elke keer als ik al die shulkerboxen plaats, staat het er in de weg. Zoals dit. En dan nu weer. Eén meer deze kant op. En dan verdenken zo. Ik denk dat dit wel leuk is. Dan is het niet helemaal rond, maar het is ook niet gewoon simpel vierkant, weet je. Nu heeft het een beetje een soort van ronding erin zitten. Als ik het deze vorm maak. Oké, zo alle pilaren zijn geplaatst. Het is wederom een pikke donker hier beneden, dus ik ga even slapen. Niet dat het heel veel oplost, maar kijk, in het midden wordt het als het goed is dan iets lichter. Ja, kijk, dat is beter. En dan nu, voor mijn volgende truc, ga ik alles zo doen. Al die randjes hier. Om er toch een soort tempel-idee gevoel van te maken. Of kasteelachtig van binnen. Ik kan moeilijk zeggen, inderdaad, laten we hier in één keer alles maken uit 2020 of zo. Terwijl de rest van het kasteel in 1200 in steen is gemaakt. Dan nu weer een mengselmoesje van andesite en steen zelf. Wil ik in de muur hebben. Of kijk of ik dat kan fixen. Dat is wel eigenlijk best wel een ingewikkelde. Althans, het design niet, maar het andesite gedeelte. Oh nee, wacht, dat kan ik natuurlijk gewoon kopen. Waar vergeet ik dat nou weer? Hier, ik kan gewoon letterlijk naar boven toe, naar een nieuwe winkeltje. Ja, dat ging goed. Jeet. Hier, en dan gaan we gewoon, net zoals eerder deze aflevering, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat kost 4 diamonds volgens mij. En dan hebben we genoeg andesite. Oké, dat doen we namelijk hierachter. Doen we gewoon, wat ik zeg, het mengselmoesje zoals dit. Kijk, dat is leuk. Het is donker daar, hè, in die dingen. Ik vind lanterns nu even prima. Uiteindelijk wil ik iets anders dan lanterns hebben natuurlijk. Dat snappen jullie, neem ik aan. Maar het is, ja, anders is het gewoon veel te donker eventjes. Oh nee, trouwens. Ik kan het even tijdelijk mooier maken door daar de lenzen te plaatsen. Hoppa, ja, dat is beter. Alright, dan is dat ook weer gedaan. En dan, jongens, om het helemaal in de stijl te maken van mijn, ja, dorp-kasteel-idee, kan ik het niet laten door de vloer toch van, van hout te doen. Dat moet er dan toch in. Een houten vloertje, ook al past het er eigenlijk totaal niet bij. Nou, trouwens, de stijl gaat wel heel mooi zijn, hoor. Maar bij een raketlancering en zo past natuurlijk helemaal geen hout, want ja, dat kan afbranden. Het past wel in mijn stijl. Dus mond houden. Niet zo moeilijk doen. Zo, daar zit het hele vloertje erin. En het moet zeggen, het ziet er wel heel mooi uit, hoor. Een houten vloertje. Misschien als ik zelfs een houten plafond in doe, dat het dan helemaal matcht. Ik denk eigenlijk dat een stenen vloer mogelijk zelfs mooier was. Maar we houden het voor nu wel gewoon even zoals het is. We gaan er niet al te moeilijk over doen. Wat ik wel weet, wat ik nu ook zie, wat ik gelijk ga aanpassen, is dat ik het randje hier twee dik wil hebben. Het randje is te dun, te breekbaar, te... Kijk, dit bijvoorbeeld is net niet aan elkaar aangesloten, weet je. Er is nog één blokje erbij, dat ziet er gewoon net wat mooier uit. Dus vandaar dat we dat ook nog eventjes doen. Dan hebben wij even andesite walls nodig. Nou, die kan je heel makkelijk maken natuurlijk. Gewoon dit boekdingetje hier. Die walls wil ik namelijk hier tussen stoppen. En dan wil ik die lanterns eventjes anders hebben. Ik denk dat ik namelijk zelfs met kaarsen wil werken en niet met lanterns. Oftewel, we komen hier zo terug. Want ik ga even naar een nederbijhuis. Ik denk dat ik Ari nooit meer kan vinden, jongens. Ari is hier ergens inmiddels tussen verstopt. Maar waar? Ik durf te wedden dat het echt onmogelijk wordt om hem ooit nog hier tussen uit te pikken. Ari, waar ben je? Nou, in principe maakt het niet uit. Oh, dit is veilig. Ja, oké, okay, top. Dit is veilig om te doen. Laat ik even elk ding, elk volle bijenkorf, weet ik hoe je het uitspreekt, beehive, eventjes leegroven. Ik denk dat de bijen dat niet zo erg vinden, toch, jongens? Ik denk dat ze het wel snappen. Het gaat letterlijk om leven en dood. Als ik niet mijn laboratorium afmaak, jongens, dan heb je kans dat Frederik gewoon heel Contentveen opblaast. Dat is een risico die we niet kunnen laten gaan zoals dit. Een risico waar we niet niks aan kunnen doen. Het is gewoon een excuus wat ik tegen de bijen vertel, waardoor ik een huisje leeg moet roven. De bijtjes hebben een klein brandje. Ze snappen het niet helemaal. Oké, we hebben nu genoeg honeycombs. Hoe maak je candles zo?
ook alweer? Even kijken. Gewoon een candle maak je met strings. Maar die heb ik toch helemaal niet. Of heb ik wel strings? Volgens mij heb ik helemaal geen strings. Heb ik strings? Nee. René heeft er wel veel. Zou ze het erg vinden? Als ik er een paar... Letterlijk alles stil. Vast niet, hè, René. Ik betaal je er wel voor. Waar is je in de chest? Hier. Je krijgt daarvoor van mij een halve stack XP bottles, oké? Okay? Kijk, dat ligt op de plek waar die string lag. Nu kunnen wij candles maken. Oh, een stack. Nou... Oké, okay, stek is in principe genoeg. Halen wij ook nog even een flint en steeltje op natuurlijk, anders kunnen we ze niet aansteken. Au, zo. En dan kunnen we terug. We moeten ook nog een solide ingang maken, jongens. Dat heb ik al eerder verteld natuurlijk. Maar ik dacht aan de plek, als je hier zo kijkt, hè, dat dan dit een lijpplek zou zijn voor de ingang. Of juist hier. Kijk, dit hout of dit steen hier, dat steekt vet ver uit voor some reason. Misschien is het leuk om dan hier de ingang te maken. Dan kan je het ook nog met een pad doen. Naar de ingang van het kasteel of zo. Dat is denk ik wel leuk om te doen. Maar goed, eerst de kaarsjes. Die heb ik niet voor niks gehaald. Alright, dan doen we het zo. En dan zo. En dan hierop denk ik de kaarsjes misschien zo. Kunnen die weg? Dan kan de kaarsjes aangestoken worden. Ik denk dat dat wel te weinig licht geeft. Of juist een hele duistere vibe. En dat is wel lijp. Misschien hier dit na trouwens. Nee, want ik wil het een beetje... Op zich is dit wel lijp. Sinds ik dan trapdoors gebruik zelfs nog. Heb ik hier trapdoors? Ja. Zoals dit. Omdat ik het een beetje af kan sluiten. Ik denk... Oeh, ja. Ja. Dat ziet er goed uit. Maak goede levenskeuzes. Oh, huh? De vroom is hier nog. We maken goede levenskeuzes, jongens. Ik moest even op gang komen sinds kaarsen in Minecraft zitten. Maar uiteindelijk is dat zo'n goede toevoeging, hè. Kaarsen in Minecraft. Hier mis ik gewoon nog een heel stuk muur. Of toen kan ik ook echt niet bouwen. Zo, dan zijn de kaarsen in die hoekjes geplaatst. Dan wat wil ik hier doen? Misschien hier gewoon iets minder nuttigs, maar gewoon... Nou, dat ziet er ook weer random uit. Misschien moet er toch wel iets nuttigs gemaakt worden. Misschien bakken met water. Dat ik zo doe dat daar water in komt. Dat zou wel lijp kunnen zijn, toch? Maar dan niet overal. Alleen aan deze kant. En aan die kant dan wat anders. Zo, dan hebben we water hierin. Dan heb je in principe ook altijd infinite water. En dat is heel chill om te hebben, jongens. Altijd ergens oneindig water hebben. Maakt niet uit waar je zit. Welke... Oh, kut. Welke basis het is. Welk plekje. Het is altijd handig om dan wat water te hebben. Misschien dan vensters omhoog, zoals dit. Want er zitten walls aan de onderkant. Kijk daar, daar staat het op. Gewoon als random detail, weet je, boeien. Jongens, ik heb er nog boekenkasten achter gedaan. Dat leek me op zich nog wel een lijp idee. En terwijl ik dat aan het doen was, dacht ik van... wat ga ik hier nou ooit bouwen, weet je? En toen bedacht ik het. Ik heb gekleurd glas nodig. En dan denk je, waarom gekleurd glas? Maar dat ga ik jullie laten zien in een seconde of 1, 2, 3. Laat het even ophalen. En het probleem is dat ik niet meer echt glas heb. Ik dacht dat ik dat nog wel had. Dus we gaan het even snel omsmelten. En dan ga ik laten zien waarom ik het nodig heb. Dan heb ik ook nog nodig. Even kijken. Waar zit dat? Hier, deze. Oeh, ik heb best wel weinig blackstone. Maar blackstone komt uit de nether, dacht ik. Dus dan moeten we heel even langs de nether gaan. Oké, even snel wat blackstone. Wacht, oeh, mijn lightra is bijna stuk. Oeh, daar moet ik rekening mee houden terwijl ik door de nether vlieg. Als een maniak. Maar ik weet wel dat ik daar volgens mij ergens die kant op blackstone kan halen. Oeh, ik moet er echt heel erg oppassen, jongens. Elytra, die stuk gaat midden in de nether. Dat is echt een nachtmerrie. Hier, kijk. Dit. Oh, dit is basalt. Nee. Ik heb me vergist. Oh, wacht, kijk, je hebt ook blackstone hier. Ja. Top. Oppassen dat er niet in één keer lava naar me toe stroomt. Want dan ben ik wel de lul. Maar ik heb niet zo heel veel nodig, dus dat scheelt. In principe zou dit genoeg moeten zijn. Laten we snel terug gaan, want ik vind het helemaal niet leuk. Ik had altijd kriebels ervan. Oh mijn god, en dan raak ik zeker ook nog de weg kwijt, of niet? Ik mag hopen van niet, toch? Oh, nee. Oh, nee, we hebben het gevonden. Oh, gelukkig. Hier, daar zijn we. Mijn kasteel in. Snel weg hier. Lekker weer thuis. Wat kan het fijn zijn om soms gewoon lekker thuis te komen. Halen we even het laatste glas uit de oven hier. Dat is best wel wat nog. Gaan we daar nog even kleurtjes van maken. Zo, daar hebben we daar kleurtjes van gemaakt. Dan kunnen we de rest dumpen. En dan gaan we weer terug. Hallo, Julian. Hoe is het met jou? Hallo. Oké, dan halen we de muur hierachter weg. En dan nog eentje verder zelfs. Dus dan wordt het zoals dit. Oeh, dan vraag ik me af of ik genoeg blackstone heb. Aangezien ik het nu net iets enthousiaster wil gaan doen dan dat ik van plan was. Maar goed, maakt niet uit. In ieder geval doen we hier overal blackstone. Helemaal dichtbouwen. Ja, ik heb meer blackstone nodig. Ik weet het nu al, want ik wil het zeg maar bij elk dingetje daar hebben. Oh, trouwens. Nee, 1, 2, 3, 4. Ja, dat wordt alsnog meer blackstone halen zometeen. En dan wil ik een beetje hier en daar wat random dingen hebben. Glas, zoals dit. Om er dan vervolgens dit doorheen te doen. Zo, waardoor het een beetje op een portal lijkt, jongens. Ja, dat is gaaf. Moet wel meer licht bij komen, maar dat maakt het heel labachtig. Alsof er een portal zit. Ik wilde niet een echte nether portal doen, want dat maakt veel herrie. En dan heb je dat eigenlijk nether portals hier waar je in en uit kan. Maar dit is gewoon cool. Dit ziet er gewoon labachtig uit, laboratoriumachtig. Een soort custom portals. Maar ik weet echt 100% zeker dat ik te weinig blackstone heb. En daar ben ik heel, heel teleurgesteld over. Zo, een tweede portal erbij. Oeh, dat is gaaf, hé. Dat vind ik heel gaaf.
Zo, daar zijn de portals allemaal af. Dit wordt de doorgang in het midden, jongens, naar andere ruimtes of naar de ingang van het lab zelf. Nu hoeft alleen het plafonnetje hier er nog in. En ik twijfel of die ook van hout te doen om het hout gewoon nog wat terug te laten komen. Laten we in ieder geval hem er even uithalen. Het huidige rare plafond. Zo, die is er helemaal uit. En nu twijfel ik, jongens. Nu ben ik echt aan het twijfelen. Ik kan wel een paar houten blokjes doen, maar ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat steen gewoon mooier is. En ook zelfs voor de vloer op zichzelf al, waar ik nu wel hout heb. Kijk maar, als ik nu dit zo ga doen, kan even een beginnetje maken en dan daarna oordelen. Ik weet niet of dit heel mooi gaat zijn. Nou, op zich enigszins ook wel weer wel. Maar het haalt het laboratorium idee een beetje weg, vind ik. Als ik dit hoekje even afmaak, dan ga ik een oordeel maken. Zo. Ja, het haalt het laboratoriumconcept wel naar beneden. Maar het maakt het wel minder steenachtig. Moeilijk. Nou, ik ga het wel gewoon van hout doen, jongens. En als jullie het er niet mee eens zijn, moeten jullie het maar laten weten in de reacties. Je kan het altijd nog heel makkelijk aanpassen. Hè. Je kan het hout gewoon allemaal weghalen en dan iets anders ervoor plaatsen. Dat is geen probleem. En hatseflats. Het plafonnetje zit erin. En het ziet er wel leuk uit. Het ziet er serieus wel heel leuk uit. Hier in het midden wil ik een randje doen. En ik twijfelde om dat met walls te doen eerst. Maar dan kan je er niet meer lekker overheen springen. En dan... misschien dat ik dat dan met glas doe. Is wel modern, glas. Maar ook wel weer logisch dat je dat met glas zou doen. Ik kan het ding is alleen, ik heb geen dingesglas meer. Geen doorzichtig glas, alleen nog maar kleurglas. Misschien dat ik het dan daadwerkelijk gewoon met paars glas ga doen. Want enigszins is het op zich wel mooi om het met paars glas te doen. Ik bedoel, ik wil het liever met doorzichtig glas doen. Maar paars glas maakt het wat mysterieuzer, wat tovenaarsachtiger. En dat moet het ook zijn, hè. Je moet geen wetenschappers hebben in deze tijd. Maar alleen maar tovenaren en heksen en weet ik wat allemaal. En de kleur paars representeert toch een beetje de tovenaarskleur. Dus ik denk dat ik het dan wel met paars voor nu even zo doe. Want dan kan je er ook gewoon nog overheen springen. En het matcht wel met de portals die ik heb. Dus dat is wel lijp. Dan nu kan ik misschien hier een soort buis maken. Die bij wijze van... laten we zeggen, zo zou lopen. Alsof die portals het zouden aanvoeden, weet je? Zo. Alsof die portals de raket misschien in het midden gaan voeren. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen dan voeren, jongens. Jullie snappen dan hopelijk wat ik bedoel. Maar er moet wel trouwens wat anders dan steen onder. Wat is een goed blok daarvoor? Polished diorite? Misschien? Is dat mooi? Even kijken. Als ik het zoals dit zou doen. Zou dit mooi zijn? Dus dat lijkt een beetje op spul dat aan het vloeien is. Oh mijn god, ik zie ook dat het natuurlijk met slabs werkt. Dat niet mooi. Oh, dit is trouwens wel lijp, ja, om te doen. Maar een beetje te modern. Dat witte is weer te modern, jongens. Ik zie het al. Ik zie het al. Het is allemaal weer te modern. Als we het gewoon met hout doen, dan klopt het gewoon. Ga gewoon niet te moeilijk denken, jongens. We doen het gewoon met hout. Ik denk anders weer veel te moeilijk na. Zo. En dan om finishing touch erbij. Is het leuk om trapdoors langs de rand te laten lopen. Zoals dit. Hoppakee. Ik denk dat dit het helemaal afmaakt. Juist. Kijk. Ziet er goed uit, jongens. Dit ziet er erg goed uit. Nu kopiëren we het naar de andere kant. Ben jij nou nog steeds deze video aan het kijken, jongens? Heb je het gewoon gered om mijn onzinpraat allemaal te overleven? En weet ik voor wat ik allemaal zeg? Dankjewel. Reageer even in de reacties. Tafelkleed. We gaan voor tafelkleed, jongens. Ik weet niet waarom. Ik heb echt geen idee waarom. Deze video heeft letterlijk geen thema. Als in, het heeft wel een thema, maar niet het tafelkleed thema. Ik weet allemaal niet wat ik aan het zeggen ben. Echt, mijn brein na zo'n lange video, zoveel dingen doen, is altijd gewoon uitgeschakeld. Ik heb maar een bepaald aantal breincapaciteit, jongens. En die is denk ik bereikt vandaag. En boem. Kijk, dat ziet er goed uit. Dat ziet er heel goed uit, jongens, dit. Het regent. Hou op met regenen. Nu maken we tafeltjes met daarop schermpjes. Of althans, ja... hè, ik blijf het zeggen, het moet middeleeuws zijn, maar toch moeten er van dit soort dingetjes in staan. Laboratorium dingetjes. Laten we dat dan maar ook gewoon doen. Maar ik gebruik hout, jongens, om het wederom in de stijl te laten vallen. Hoe modern het ook af en toe kan lijken. Ik besef me net, jongens, ik mis een heel belangrijk iets wat een laboratorium in deze tijd echt maakt. Van die ouderwetse machines zo mogelijk zelfs. En dat is natuurlijk koper. Koper is echt gewoon van die tijd. Zoals ik nou bijvoorbeeld hier gewoon zo... zo, zo en zo doe. En dan nog eentje lager. Nog een lager. Daarop, hè. Dan hebben we weer trapdoors nodig. Waar zijn die? Oh mijn god, ik ben echt een idioot. Die heb ik mee naar beneden... oh, die heb ik boven achtergelaten. Toen ik spullen ging pakken, heb ik mijn trapdoors... nee, waarom nou weer? Oh. Is het lelijk om dat dan met deze te doen? Is dat random? Of is dat niet random? Kijk hoor. Hoeft niet random te zijn. Want waar ik aan dacht, jongens, is dat hier een hele stapel koper en zo ligt. Kan je koper ook unwaxen? Dat het zeg maar weer mooi eruit of lelijk eruit ziet? Dat weet ik niet. In ieder geval, een hele lading koper ligt hier. Met daar gemixt in die gekke D's zo. Want met koper konden ze vroeger echt veel. Een lightning rod erbij, mooi.
Zo. Signs aan de zijkant hier. Oeh, dat ziet er goed uit. Al zeg ik het zelf. Zeg ik ook elke ochtend in de spiegel. Oeh, dat ziet er goed uit. Zo, in ieder geval, dit soort dingen door het lab is wel leuk. Nog verspreid. Gewoon random stapels met meuk. Primitieve dingen. Hier, bijvoorbeeld ook dit. Kijk, zo. Zo. En dan aan de zijkanten gewoon letterlijk twee van dit soort dingen. Oeh, het lampje kan aan en uit. Technologie. Dit is mijn technologie, jongens, dit. We houden het lampje ook gewoon aan voor de sfeer. En last but not least natuurlijk wat blaadjes gaan we er doorheen doen. Ik weet niet waarom, maar blaadjes blijven ook gewoon echt leuk, jongens. Om overal een beetje doorheen te plaatsen. Zo, ziet er goed uit. Pistons, for some reason, die hier staan gewoon zo. Voelt echt als een nutteloos lab, maar het is wel leuk. En dan in het allerlaatste hoekje hier gewoon letterlijk troep plaatsen we. Gewoon zo. Er ligt wat troep hier, wat nog opgeruimd moet worden. Signs er tegenaan, die het een beetje bij elkaar houden. Hoppakee. Ik vind het helemaal prima zo. Nu hoeft alleen de raket nog. En die wou ik eigenlijk... dat was het doel van de aflevering. Een raket bouwen. Erg leuk. Was het doel. Het leuke is dat we er uiteindelijk gewoon niet aan toe zijn gekomen. Dat vind ik vooral leuk aan de raket. Gewoon. Want de aflevering is lang genoeg, jongens. Ik ga hem helaas voor jullie afsluiten. Wel veel gedaan. Veel progressie gemaakt, zou je zeggen. Ik denk dat ik bijna ready ben om naar Frederik te gaan. Om hem boven even een goede aanpak te geven van... Yo, Frederik, wat jij aan het doen bent, dat mag niet. Ja, mag content veen helemaal niet opblazen. Zoek het uit. Ik heb mijn eigen lab gecreëerd. Hij is veel beter dan jouw lab. Iets primitief, maar dat maakt niet uit. Dus voor nu, jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Kijk lekker deze video, want dit is het vorige content veendeel. Heb je hem nou gemist, moet je mee even kijken. Ben je helemaal up-to-date en weet je gewoon precies waar het weer over gaat. En nu spreek je later. Glaasje water, tot vier flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!